Dag iedereen, welkom op deze Artist Talk rond het werk van Anton Kusters in C-Mine, The Blue Skies Project. Dat is een project dat heel veel lagen heeft en we gaan proberen in dit gesprek die lagen een beetje te verkennen. Met natuurlijk Anton Kusters himself. Dag Anton. Hey, dag Nicky. En ook Ruben Samama, want Ruben, jij hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan dit werk, hè? Ik zal niet zelf zeggen een belangrijke bijdrage, maar ik denk... maar het is wel zo. Ik heb een bijdrage. Ja. De presentatie in C-Mine hier loopt op zijn eind. Tot 30 mei kan het nog. Het is eigenlijk een beetje om het af te sluiten dat we dit gesprek doen. Belangrijk om te weten is dat dit de allereerste keer is eigenlijk dat het getoond wordt, jouw project, Anton, in België. Ja, klopt eigenlijk. We hebben verschillende tentoonstellingen gehad internationaal, in Getsho, in Washington, in Londen, Zweden. In Zweden. En dan is het werk inderdaad naar hier gekomen voor de eerste keer. In New York hebben we ook heel even. En het is wel fijn om het zo dicht bij huis terug hier te hebben. Ja. En de mogelijkheid te krijgen om het helemaal te tonen zo gelijk ik het in gedachten heb. Ja, helemaal. Dan bedoel je ook met de zijprojecten die erbij gekomen zijn? Ja, ik bedoel eerder met de scenografie en de opstelling, dat die helemaal zoals wij hem voor ogen hebben getoond wordt. Want dat is heel vaak natuurlijk... moet je altijd alles aanpassen aan de ruimte, maar de mate van vrij spel en dat we het helemaal konden invullen hier, zoals we het voor ogen hadden, was wel echt wel fijn om te doen. Ja, nou, dus eens kijken naar de kern van het project, dat is het Blue Skies Project. Je bent daar heel lang geleden mee begonnen. Het is te zeggen... 2012. 2012, dat is echt heel lang geleden. Ja. En je hebt er ook heel lang aan gewerkt, vooraleer het af was. 5,5 jaar, 6 jaar. Neem ons eens even mee, als dat nog kan, naar het begin. Hoe is het ooit begonnen? Oh, het begin. Ja, wacht, dan moet ik even in mijn geheugen graven. Nee, dat weet ik natuurlijk nog wel. Maar het begin was 2012. En ik weet nog goed, het was heel casually dat mijn moeder mij het verhaal van mijn grootvader vertelde. En mijn grootvader is in 2007 gestorven, dus die is al even niet meer bij ons. Maar mijn moeder vertelde heel casually dat in 1943 de SS in Sint-Truiden op zoek was naar hem en zijn huis of zijn ouderlijk huis binnenviel om hem te deporteren. En ik had zoiets van, wow, wat vertelt je me nu? Ik bedoel, dit heb ik nog nooit gehoord. Dit is toch iets wat we moeten weten als familie? Allee, ik bedoel, dat is niet iets wat je zo even... En dan ben ik gaan spitten en gaan vragen en gaan uitzoeken en... niemand kon mij eigenlijk vertellen waarom dat de SS die avond... Het huis was binnengevallen om hem te deporteren. Ze wisten alleen maar dat hij kon ontsnappen door uit het raam te klimmen en over de daken te vluchten en de rest van de oorlog ondergedoken is moeten blijven zitten. Ja, maar de reden was het gissen waarom ze naar hem op zoek waren. En tot op de dag van vandaag weet ik het nog altijd niet. Ja. Maar dat heeft mij dan aangespoord om een begin te maken en te vertrekken met de vraag van waar zouden ze hem naartoe hebben genomen? Wat zou hij gezien hebben? Wat kan ik getuigen nu 2 generaties later wat dat hij eigenlijk niet heeft mogen, raar woord, maar toch, maar mogen zien. En zo ben ik natuurlijk eerst naar Auschwitz vertrokken om met de gedachte van, dit is het centrum van alles in al mijn naïviteit. Want natuurlijk, dat is hetgene wat je overal in de media wordt alles gereduceerd naar 2 dingen, Hitler en Auschwitz. En dat is dan... Dat wordt dan vereenvoudigd, of te veel vereenvoudigd gebruikt om alles uit te leggen. En zo ben ik dan natuurlijk ook begonnen. Natuurlijk bij het aankomen ter plekke werd alles helemaal anders. Ja, maar je bent begonnen, Anton, met het fotograferen van de blauwe lucht. Ja. Wist je op dat moment toen je naar Auschwitz reed al dat je de blauwe lucht wilde fotograferen? Of je had geen idee hoe je het wilde aanpakken? Nee, mijn enige reden om te vertrekken was het proberen te begrijpen van iets wat onbegrijpelijk is. Of iets wat niet onder woorden te brengen is. En ik dacht, ik moet naar daar gaan om de opening te maken. Ik had ook helemaal geen project of werk in mijn hoofd, maar ik werd zo hard, ik was zo hard aangedaan door wat ik daar voelde en zag, dat ik eigenlijk toevallig die camera, die plastieke, goedkope Holga-camera die ik mee had, heb ik bijna uit een overmand worden van gevoel een foto van de blauwe lucht gemaakt boven mij. Polaroid, en was het een Polaroid-foto. En later die avond heb ik die foto bekeken en heb ik misschien gedacht bij mezelf van misschien is dit wel wat ik wil vertellen. En toen pas is alles een beetje op zijn plaats beginnen vallen. Want ik wist nog altijd niet dat het mij naar 1078 plekken ging. Ja, want dat is inderdaad de ondertitel, zo je wil, van het Blue Skies Project. 1078 Blue Skies, 4432 days. Dat zijn getallen waar je mee aan de slag gaat. En waar, Ruben, ik haal jou er meteen even bij, want anders zit hier maar wat te zitten. Dat zijn getallen waar jij ook mee aan de slag bent gegaan. Hè? Om uiteindelijk wat we horen, af en toe, geluidjes. Duid eens even wat je gedaan hebt. Nou, ik denk dat het wel goed is om eventjes nog door te pakken waar we zijn gebleven. Want een van de grote openbaringen voor ons, en ik denk ook voor heel veel mensen die dit project zien, zijn die getallen. En in het geval van wat Anton heeft gedaan, dat hij in Auschwitz aankomt, één foto maakt, denkt oké, maar er zijn 42 kampen, dus als ik echt diligent wil zijn, moet ik ze allemaal doen. Dan doe je dat en dan kom je erachter, nou, als ik echt dit project wil doen, dan zijn er meer kampen en dan ga je je research doen. En zoveel cijfers waar je mee. En dan kom je achter heel veel dingen die veel groter zijn dan wij weten, of dan dat wij in ons lespakket hebben, zullen we maar zeggen. Omdat 1078 kampen, waaronder de 4 vernietigingskampen, is een veel groter getal dan wat wij, waar we het meeste over hebben. Auschwitz, Bergen-Belsen, et cetera. En ook heel erg op banale plekken. Waar nu een speeltuintje is, of midden in de stad waar een fabriek zat. Dat waren allemaal concentratiekampen. En dat waren allemaal dingen waar we niet niet heel veel bij stilstaan. Want als we denken aan een concentratiekamp, denken we aan die grote vernietigingskampen. Terwijl want op die kleine plaatsjes is er ook niks meer, zoals je zegt. Dus waarom zou je die associatie nog maken? Precies, maar de vraag is dan, in hoeverre maken wij een verschil tussen wat er is gebeurd op die plekken? En in hoeverre is het ene erger dan het andere? En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk niet zou mogen. En dat is een gesprek wat wij heel veel hebben gehad. En wat ook een heel belangrijk gesprek is om te zien waar kan je ingrijpen als kunstenaar of waar niet. En omdat het historische feit en de dingen waar wij achter zijn gekomen, of waar Anton achter is gekomen, vrij groot is, zijn het dingen die op zichzelf al zouden moeten staan. En als je daar de getallen van slachtoffers aan vastplakt, dan zou dat op zichzelf een indruk moeten maken. Maar dat doet het niet. Want wij voelen al lang niks meer bij we zijn het getal al 6 miljoen bijvoorbeeld. Doodgeslagen ook met dezelfde beelden altijd. En dat is natuurlijk één ding, maar het andere ding is ook gewoon puur psychologisch. Wij hebben allemaal een inflatie van nummers. Van wat wij echt kunnen begrijpen en voelen. Dus op een gegeven moment, bij 10, snap je nog 20, 30, begint het al wat lastiger te worden. 140 mensen in een treinongeluk is veel, maar dat wordt al anoniemer. En 6 miljoen is natuurlijk totaal zo ontzettend ver weg dat, oké, maar wat is dat dan? Terwijl dat waren mensen, net zoals het onderzoek naar die ene persoon en onder welke lucht die heeft gezeten wellicht. dat waren allemaal personen die daar hebben gezeten. Dus het gesprek ging vooral om hoe kunnen we die hiërarchie weghalen uit die nummers en terugbrengen naar gewoon enkele dingen. Ja, want je vertrekt eigenlijk, enfin, jullie vertrekken beide van een soort van abstractie om het dan terug concreet te maken. Nou, de abstractie is nodig omdat als je, nu gaan we het ook heel veel hebben natuurlijk over het doel van het werk of wat wij hopen dat het werk doet. Maar als iemand van mijn culturele achtergrond en de tribe, zeg maar, waar ik vandaan kom, dingen zie, foto's zie van dingen die er zijn gebeurd met mijn volk, en dat zijn gruwelijke dingen, dan heb ik een emotionele connectie daarmee, omdat ik kan denken, dat was ik. Was dit 70, 80 jaar geleden, dan maakt niet uit hoe aardig ik ben of hoe non-religieus. Ik was gewoon op een trein en ze hadden me vergast. Maar als ik diezelfde dingen zie ergens in een heel ver land, in Indonesië of zo, dan heb ik daar een hele andere relatie mee. Ja. En dat is ook normaal. Want wat er vandaag in Syrië gebeurt bijvoorbeeld, of laten we even kijken naar het Israëlisch-Palestijns conflict, om het toch maar even in het midden te gooien. Het is heel lastig om daar emotioneel je daar aan te verbinden. En mensen voelen zich daar schuldig over, want je moet toch iets voelen. Ja. En dat klopt ook wel, maar de abstractie kan je de tribalism eraf halen en eigenlijk gewoon hebben over mensen, over emotie. Het verlies van iemand is hetzelfde overal in de wereld. Het feit dat iemand pijn heeft en dat je daarmee moet dealen, of dat je zelf pijn hebt, dat is hetzelfde overal in de wereld. Ja. En als we een dialoog willen hebben, dan moeten we op een plek komen waar we niet zeggen, wat jij hebt meegemaakt is minder erg dan wat ik heb meegemaakt, of mijn voorouders of jouw voorouders. Dat moeten we er allemaal afhalen en gewoon heel puur kunnen hebben van oké, er is één persoon. Iedere keer als je een geluid hoort, dat is één slachtoffer onder één van de blauwe luchten. En ik kan dat begrijpen, dat is één persoon. En ik hoorde twee, dat was mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn beste vriend, misschien ikzelf. En plotseling is 5 een enorm groot getal. Ja. In plaats van die 6 miljoen. Ja, en dit kan, wat we nu horen, is dus een slachtoffer kan 13 jaar lang doorgaan. Ik kom daar zo op terug. Ja. Anton, terug naar de blauwe luchten hè, en de foto's die je genomen. Je hebt heel veel research, het woord is al gevallen, nodig gehad om daartoe te komen. Ja, om die blauwe luchten te vinden. Want we kunnen wel zeggen, de blauwe lucht is overal en voor iedereen. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Nee. En je bent echt met veel data bezig en je wordt de hele tijd geconfronteerd met de inaccuracy van data, waar dat je eigenlijk instinctmatig van denkt van ja, maar data is toch precies. Maar data is eigenlijk helemaal niet precies, of toch heel zelden precies. En daarmee omgaan met het feit dat je dat ik plekken moet vinden die alleen maar beschreven zijn door overlevering. De plek of het kamp was 200 meter ten zuidwesten van het oude station in de bocht van de weg naast het driehoekige veld. En dat is alles wat er van overblijft, want daar waren dan 23 mensen bijvoorbeeld slachtoffer geworden. Die 23 mensen die leven allemaal niet meer. Hoe vind je die plek terug en hoe geef je die plek betekenis natuurlijk? En hoe getuig je wat er gebeurd is 75 jaar later? En dat maal 1078. Ja. Ik wist geen raad van hoe dat ik het zou moeten doen. Dus ik heb toen, denk ik in 2014 of in 2015 zijn wij elkaar tegengekomen, of all places in Tokio. Blauwe lucht? Het was zeer warm. Ja. Het was zeer warm, inderdaad. Ja. Maar ik heb toen een mail gestuurd naar het Research Instituut van het United States Holocaust Memorial Museum in Washington. Die mij heel vriendelijk, waar dat de editor van de encyclopedie die zij hebben uitgebracht over de kampen, die in principe redelijk exhaustief is wat concentratiekampen betreft. Die man stuurde mij een heel vriendelijke e-mail terug en zei van ja, maar Anton, wat jij wilt kan eigenlijk helemaal niet. En ik had zoiets van... Wat bedoelde hij daarmee? Waarom die plaatsen kan vinden? Niet? Ja. Je kan die niet vinden, omwille van net die inaccuraatheid van de data en die overlevering en het feit dat hij met zijn ploeg van 13, ik gok maar ongeveer 13 professoren en researchers over 20 jaar bezig was met die 1078 plekken te beschrijven en terug te researchen. En ik zou dan even op mijn eentje die plekken gaan vinden. Ja. Dat gaat niet, vertelde hij mij. Maar jij wou niet opgeven. En ik wou niet opgeven natuurlijk. En het is niet dat ik nu wel verder gegaan ben of ben kunnen gaan dan hen. Maar het heeft mij wel een soort rust gegeven waardoor ik kon aanvaarden dat er ongeveer 1/4 van de kampen niet meer een precieze plek te vinden is, dat ik me daar vrede mee kon nemen. Want ik kon daar in het begin geen vrede mee nemen. Ik moest die plek vinden. Ja. En als ik die dan niet kon vinden, want ja, een GPS-coördinaat is per definitie heel precies. Je kan niet een plus-minus GPS-coördinaat maken. Dat bestaat helemaal niet. Dus data is niet geschikt om iets niet precies weer te geven. En dan kom je met al die moeilijkheden in contact en dan moet je weer allemaal manieren vinden om daarmee om te gaan. En natuurlijk het feit dat ik dan ook nog om een of andere reden een blauwe lucht wou. Ja, dat komt er dan nog eens bovenop qua moeilijkheidsgraad. Logistiek was dat een factor 2 van moeilijkheid. Dat is echt... Dat compound, dat kwam er allemaal bovenop. Om het eigenlijk onmogelijk te maken. Ja. Ik denk wel dat een van de dingen die ik daar wel heel mooi aan vind, de schoonheid van de zoektocht. Namelijk dat zo'n encyclopedie bestaat, dat is allemaal heel erg interessant en dat is data. Maar ik denk dat de enige reden waarom een plaats nog echt bestaat, is dat als er mensen blijven zoeken. Ja, klopt. Hè? En of je het nou vindt of niet, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat je die actie hebt ondernomen om te zoeken naar iets. En net zoals Atlantis, je zoekt en daardoor blijft het in ons geheugen. Ja. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk aspect is. Ja, want het werk zo bijvoorbeeld voor mij geen betekenis hebben, moest ik bij wijze van spreken 1000 foto's in mijn tuin gemaakt hebben en gezegd hebben van kijk, ik heb deze foto's in mijn tuin gemaakt, maar ze stellen dit voor. Ja, nee. Die laag is weg, hè? Dat mogen we niet vertellen. Nee, maar die laag is weg voor jou. Die laag van dat proces, van het kader wat wij voelen dat wij verplicht opgelegd werden, waar wij ons binnen moesten bewegen. Ja, want het werkt dus wel worden, ook als je nu... Want je presenteert die blauwe lucht, 1078, ik zeg het nog maar eens, blauwe lucht op één grote tafel. Ze liggen allemaal naast elkaar, heel vredig. En het geeft, als je er naar kijkt, het gevoel... Ja, het is zwaar en het is licht tegelijkertijd. Het werkt wel. Maar het feit dat je de coördinaten, de GPS-coördinaten, staan erop. Hè? Met een ouderwetse typemachine. Die staan erop. Dus je kan eigenlijk ook er naartoe gaan. Je weet dat het echt is. Het is echt. Je voelt de zwaarte en de lichtheid van de lucht. Je zit ergens gevangen tussen die abstractie van de schoonheid van die blauwe lucht en die absolute specificiteit van die coördinaten en het aantal slachtoffers, wat je dan van weet, dat is onder die lucht. Ja. En ga daar nu maar eens mee om, is dan eigenlijk de vraag. Maar het is natuurlijk en wat doe je dan? Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat in de ervaring van een bezoeker een groot doel wat wij ook hebben, is natuurlijk, je hebt het zaadje van waarom ben je begonnen met het project. Ja. Maar dit is niet een historisch werk. Nee, waar het om gaat is dat die blauwe lucht die is specifiek voor die ruimte. En het geluid van een slachtoffer is specifiek voor dat slachtoffer. En dat is waar wij zijn begonnen. Maar wat het natuurlijk in de abstractie waar het op duidt is dat er zijn nu ook blauwe luchten waar van alles gebeurt. En je kan dat zelf invulling geven. Want een coördinaat is en heel precies en enorm abstract. Ja, dat is wat je daar straks kan zeggen. Je kan het niet voorstellen waar dat is. Plus, het, Het is een insteek dat ongrijpbaar, onbenoembaar, onbeschrijfbaar moment in de geschiedenis gebruiken wij om vandaag over trauma te praten. Ja. Van, wat is jouw trauma en hoe ga jij ermee om? En hoe praat jij erover en hoe verwerk jij het? Mm-hmm. En dat kan dan gaan over iets heel persoonlijks of zoals Fred het vertelde, van over, hij moest de hele tijd aan de Syrische bootvluchtelingen denken. En dat betekende iets voor hem. Mm-hmm. En op die manier brengen we het naar vandaag. En is het eigenlijk over iets wat nu is. Ja. Maar je speelt met trauma, herinnering, geschiedenis. Dat zijn de drie elementen. En conservatie. Dus het in stand houden van iets. Of het moeten laten gaan. Of er zit een grote vraag over. Ja, en vandaar dus ook het medium natuurlijk. Dat het een Polaroid is, betekent natuurlijk bijna per definitie... je moet een daad van conservatie doen. Ja, en dan moet je zeggen, maar dat is technisch, maar een Polaroid is heel fragiel en verdwijnt na verloop van tijd. In principe zou je het veilig kunnen houden onder extreem stabiele omstandigheden. Maar dan mag je ze niet tentoonstellen. En maar dan zou je ze niet mogen tentoonstellen. Omzeepeld, dus ik had een oorspronkelijk idee van ze in beton te gieten en te zeggen van ze zitten hierin. Ze zijn de herinnering is perfect geconserveerd, maar ze is niet meer accessible. Als een tijdscapsule bijna. Een tijdscapsule. En dat klopt ergens wel, want... Er werd de parallel getrokken naar het eerste fotografisch negatief van Henry Fox Talbot, dat in het Victoria and Albert Museum zit. En dat zit in een doos en niemand mag die doos openmaken. Omdat iedere keer als die doos opengemaakt... Dan Schrödinger's foto. Ja, zit die daar nog wel. Maar dat is een heel interessante gedachte van hoe memorialiseren wij? Ja. Hoe herdenken wij? Hoe dragen wij een herinnering mee? En wij kunnen daar niet op antwoorden, omdat... Wij willen ook niet voorschrijven hoe dat zoiets zou moeten gebeuren. Nee. Maar wel gewoon zeggen dat iedere generatie dat zou moeten doen. En hoe dat die generatie dat doet, is completely up to them. En zij moeten vrij zijn om dat te mogen kiezen. Ja. En hoe dat ik er dan hiermee omga met die blauwe luchten, is omwille van het feit dat die Polaroids stilletjes aan vervagen... Moet dat werk eigenlijk vervagen en zichzelf vernietigen? En we zouden eigenlijk een plek moeten kunnen vinden waar dat we voor 4.432 dagen dat werk kunnen tentoonstellen, om dan de echte Polaroids en de atmosferische omstandigheden te creëren dat het geluidsstuk van Ruben 1 keer volledig kan spelen, van begin tot het einde, en dat in diezelfde tijdspannen dat werk ook vergaat. En de blauwe luchten zullen heel vaag en misschien wel helemaal weg zijn, maar die geëtste getallen zullen nooit weg zijn. Ja. Dus je gaat als bezoeker binnenkomen en zien dat een werk aan het weggaan is, dat iets aan het en zo'n soort urgentie voelen van... Ik moet iets doen, moet ik dat werk beschermen? Maar dat werk spreekt natuurlijk over ons collectief geheugen dat aan het vervagen is. Maar dan moet je wel een plek vinden om dat tentoon te stellen, een museale ruimte eventueel. Tuurlijk, maar wat ik me afvraag is, want het is een kunstproject natuurlijk. Is een plek als een Holocaustmuseum ergens in Jeruzalem, Berlijn, Washington, er zijn er zoveel in de wereld. Is dat de geschikte plek, Ruben? Nou ja, als zij het narratief begrijpen en dat op die manier ook willen... Kijk, het ding is, waar we het ook eerder over hebben gehad... Want het is breder, hè? Vandaar mijn vraag of dat dan wel de plek is om het te doen. Nou ja, je zou kunnen zeggen, het is voor een herdenkingsplek in de breedste zin. Dus, maar ik bedoel, als een museum het aandurft om dat op die manier te doen, dan ik bedoel... Dat zegt natuurlijk ook heel veel over om dapper te zijn om zoiets te doen. Om over een ander onderwerp te willen spreken binnen je eigen museum. Ik weet dat ze in Washington, in het Holocaust Museum, hebben ze ook een ruimte voor Voor, hoe noemen ze dat daar? De algehele... The Hall of Silence, of wat? Nee. Ze hebben ook een gedeelte wat niet per se over de Holocaust gaat. Oh, op die manier, ja. Maar ik weet niet hoe... de Wexner Center for Genocide? Zoiets, ja. Zoiets, ja. Dus ja. Dat is natuurlijk breder. En, maar dit is nog breder, want dit kan ook over hele andere dingen gaan. Ja. Wat het voor ons belangrijk maakt, is dat dit gaat over... over menselijkheid, over humanisme, over elkaar willen begrijpen, over elkaar durven te begrijpen. En daar een zachtheid in kunnen vinden om willen dat we allemaal elkaar begrijpen wat pijn is en wat trauma kan zijn. Ja. En daarom zou ik het wel... Ik zou het wel graag willen opentrekken naar een beeldende kunstplek in plaats van een historische plek. Niet omdat die historische plek dat niet zou kunnen, want bijvoorbeeld een reproductie is in het United States Holocaust Memorial Museum geïnstalleerd. Maar dat het narratief van een museum is heel natuurlijk gericht, zeker van een Holocaustmuseum, op die geschiedenis. En terecht, absoluut. Maar dan ben je natuurlijk niet... Dan ga je geen mogelijke bezoeker of kijker tegenkomen die dat niet verwacht dat eraan komt. Ja, het is moeilijker om het open te trekken. Ja, dan en een publieke of een museale, een beeldend museale plek zou denk ik wel daar een betere aanvulling of een betere invulling aan kunnen geven. Al vind ik het wel een interessant ding, het idee dat je in een museum, een historisch museum komt waar je geconfronteerd wordt met zwart-wit foto's en objecten die je allemaal iets zouden moeten doen en waar je gechoqueerd van zou moeten zijn. En zelfs, ik vind het echt vrij extreem om een kind van 11, 12 beelden te laten zien van wat er precies echt is gebeurd. Ja. Want dat zijn dingen die je... dat moet je misschien nog niet kunnen zien. Maar ik denk dat je het wel kan begrijpen door een abstractie. En dat veel, veel dieper gaat en veel meer te maken heeft met een verbindende factor. En niet een afwijzende. En om dat naast elkaar te kunnen hebben en dan te kunnen zien wat eigenlijk de impact heeft, lijkt me wel een interessant ding. Bijvoorbeeld, er is een documentaire die uitkomt en de documentairemaker die heeft ook gesprek gevoerd met hele jonge tieners. En die in de buurt van nee, kampen wonen? Dit is in Zwitserland. Okay. Ja. Gewoon tieners. Ja. En er is een interview met een meisje en die wordt geconfronteerd met deze beelden, met onze beelden. Dus niet met, of Antons beelden moet ik zeggen. Niet met gruwelijke zwart-wit massagraven. En die is langzaam zelf begint het te stromen en heeft zijn discussie met zichzelf. En langzaam zegt ze, oh, dit is toch wel bizar. En als ik nu naar boven kijk en dit en wat is daaronder gebeurd. En die komt zelf tot de conclusie wat dat voor haar betekent. Wat veel sterker is dan als iemand zegt, je moet je heel slecht voelen nu, want dat was heel slecht. Dan denk je, oké, dat moet, maar... Hoe voel je dat? Ja, de impact is veel groter eigenlijk, zeg je dan, van dit project dan de andere beelden. Nou ja, dat hoop je. Je hoopt dat de impact niet is, er is iets gruwelijks gebeurd en we moeten dat allemaal gruwelijk vinden. Maar er is iets gruwelijks gebeurd en dat begrijpen we dat gruwelijk is. Ja. Want dat is een heel groot verschil. Tussen echt weten van dat dit wat er is gebeurd gruwelijk is. Wat er nu gebeurt op plek op de aarde is gruwelijk. En dat begrijp ik, omdat ik heb dat op een bepaalde manier kunnen voelen. Ja, en de lucht is dan altijd getuige van wat er gebeurt. En die kan niet ingrijpen. Die kan niks doen. Ja. Alleen blauw zijn of bewolkt. Vaak. Ja. Maar ik wil nog even terugkomen op de toevalligheid ook van het ontstaan van heel dat idee. En dat je uiteindelijk, Anton, bij die Polaroid-foto's, daar begint het mee. En uiteindelijk is het pas achteraf dat je gaat... Ja, het is bijna een hineininterpretierung. Je gaat achteraf pas denken van, hé, maar die verdwijnen, dus... Zo vul ik het project in. Dat is perfect wat ik nodig heb. Ja, en ik geloof altijd in dat soort... Ik geloof heel erg in dat soort serendipity dingen van... Als je iets doet en het zit goed, dan dan zitten er altijd zo extra lagen in die je precies nog meer helpen om duidelijk te maken wat je wilt vertellen. En met die blauwe luchten heb ik dat ook heel erg. Ik bedoel, ik vind het feit dat ik Ruben ben tegengekomen, vind ik al een... In Tokio, of all places, vind ik al... Net zo'n event, waardoor het project ontzettend veel rijker wordt. Ja, en jullie zijn gewoon beginnen praten. We zijn gewoon beginnen praten. En daar is dit dan van gekomen. Het is eigenlijk al ongelooflijk. Ja, nou ja, Anton... Ja, we zaten backstage. We zaten backstage op het festival waar ik speelde. En Anton die, was bezig met dit werk al. En we hadden het over, maar het was nog vrij... Nou, het was al wel aan de hand, maar nog niet zo ver als nu. Ik zat 200 luchten ver. Ja, en nog niet wetende precies wat hij ermee moest doen. En hij zei, ja, ik wil wel iets doen met geluid, maar in ons gesprek kwamen we er eigenlijk al heel snel achter dat een artistieke, emotionele interventie in dit... In het materiaal, in wat er is gebeurd, dat je ofwel echt van hele goede huizen moet komen, of het zelf hebben meegemaakt of iets dergelijks, om daar iets van te maken. Want je moet daar eigenlijk niet aan willen komen. Nee. Dus de data en alles, we noemen dat soms de klok achter het hele werk. Dus gewoon al die nummers, al die cijfers, al die dingen die vaststaan. Dat is weer die abstractie ook eigenlijk. Dat concrete abstracte. Ja, maar dat is onze rulebook. Weet je, die zijn absoluut. En wij kunnen daar niet heel veel anders mee dan die weergeven. Het is natuurlijk, hoe geven we die weer en hoe involved zijn we daarmee? Ja, en hoe heb jij dat dan uiteindelijk gedaan? Heb je al die gegevens in een soort van spreadsheet of een Excel of gestopt? En, ik heb eerst heel lang nagedacht van, wat moet ik hier dan mee? Wat moet ik hier persoonlijk mee? En wij kwamen er samen snel achter dat we iets moesten met waarom we er eigenlijk zo ontzettend over nadachten. Wat moeten we hier persoonlijk mee? Want dat... Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Ja, dan moet je dat vertalen naar iets. Hè? Ja, en toen ben ik eigenlijk begonnen met het opschrijven van... eigenlijk gewoon data-analyse en grafieken maken. En kijken, wat zeggen die grafieken eigenlijk? En waarom ik maak een grafiek van precies wat is gebeurd per maand in de kamp. Ik doe dit en ik voel niks. Dat is raar. Maar het klopt ook. Want het is te groot en te abstract op die manier. Dus hoe kunnen we dat zonder te veel te zeggen van... nu is er iemand dood hier, of nu heeft iemand hier... Zonder dat te zeggen, hoe kunnen we het duidelijk maken... om er toch iets emotioneels... dat je het kan begrijpen. Dus eigenlijk hebben we voor onszelf geprobeerd... het werk te maken, zodat wij het begrijpen. En dat jullie misschien ook terug emotie gaan voelen. Absoluut, absoluut. Want dat is het eerste. Het is niet dat wij zoiets hadden van... Anton komt met dat ding, ik heb dit ding. En hoe kunnen de mensen... Nee, hoe kunnen wij het begrijpen? Bij jezelf, het gaat over... Ja, ik ben vertrokken om te begrijpen. En ik hoopte dat ik zou eindigen met meer begrip. En... Ik ben met meer vragen teruggekomen, maar dat is ook helemaal niet erg dat gebeurd is. En nu voel ik wel dat het oké is, dat ik het niet begrijp. En dat is best wel, oké. Maar ben je onderweg dan ook, want ik bedoel, je stapt in de auto, we hebben het nog niet gehad over die weerapps en zo die je moet raadplegen om die blauwe luchten te vinden. Maar goed, dat is een gedoe. Ja, best allemaal let's not go there. Maar goed, je stapt in de wagen, je moet die, ik weet niet hoeveel kilometers afrijden om al die luchten te gaan fotograferen. Ja, ontsnapt de emotie dan ook niet op dat moment? Want je bent alleen maar bezig met blauwe luchten te fotograferen. Je verliest u in, maar je bent verplicht u te verliezen in het proces. Je moet het weer volgen. Je hebt geen keuze. Dus dat wil ook zeggen dat je tegelijk niet de mogelijkheid hebt om daar emotioneel bij stil te staan op dat moment. Omdat het zo snel moet gaan. Oké, en nu moet je naar hier. En nu klik. En nu moet je naar de volgende. En klik. Dus ik deed werkelijk 10, 15 concentratiekampen per dag. Ja. Ik reed werkelijk 800, 900 kilometer, soms 1000 kilometer op een dag. En dan de volgende dag opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zolang dat het weer het toeliet. Dan kan je niet stilstaan, maar dan crash je s'avonds. En dan moet je stoppen na een paar dagen, omdat het gewoon niet meer gaat. En dan kom je thuis en dan lig je weken... Ja. Het gaat gewoon niet. En dan komt dat allemaal naar boven. En dan... Het wordt een soort trauma op zich, bijna, om dat te doen. Omdat je mag niet voelen... wat je aan het doen bent op het moment zelf, omdat je de regels moet volgen. Je mag het niet toelaten of je, hebt, je doet het niet. Ja. En met mensen praten en rustig de tijd nemen, dat ging allemaal niet. Nee. Enkel bij de hoofdkampen, de 23, waar dat ook research centers zijn, daar nam ik dan echt alle tijd die nodig was. Maar die relentless pursuit, dat is bijna een soort gevangen zijn in iets waar je niet kunt uitbreken. Maar dat was ook de bedoeling. Ja. Ik had natuurlijk niet gedacht dat het zo hard mij ging aangrijpen. Maar ik begrijp nu wel waarom. Allee, en dat dat wel moest gebeuren. En hebben jullie nog onder elkaar hetzelfde soort van gesprekken? Praten jullie nog over het project als jullie samen zijn? Ja, de hele tijd. Ja. De hele tijd. Het is een levend project. We zijn eigenlijk evenveel werk aan het steken nu in het project in de wereld te brengen op een zo relevant mogelijke manier, whatever dat die is, als het maken van het werk. Het is omdat het zo groot gegroeid is, die documentaire film die gemaakt wordt, het feit dat het USHMM, dat zij posters hebben gemaakt met die blauwe luchten om in scholen aan leraars te geven die dat over de Holocaust lesgeven. Zo'n dingen vind ik zo belangrijk dat ons werk daardoor verankerd wordt op een manier die wel klopt. Ja, maar jullie praten ook nog over de kern van de zaak. Dat is eigenlijk wat ik hebben natuurlijk, net zoals met alles wat je doet in het leven, zijn er mensen die er van alles van willen. En af en toe moeten we met elkaar heel erg even goed weer ons rulebook neerzetten. En meestal gaat het heel snel, omdat die rulebook is gewoon eigenlijk no intervention. Weet je, dit is het gewoon. Maar soms dan word je verleid, omdat je wil natuurlijk aan de ene kant wil je dat het project zo groot mogelijk wordt, omdat het belangrijk voor ons is. En aan de andere kant wil je natuurlijk helemaal nul concessies doen, want dan begin je artistiek in te grijpen in iets waar dan klopt het narratief weer niet meer. Ja. En die gevoeligheid van dat artistiek ingrijpen of niet ingrijpen, die kunnen wij alleen maar intact houden omdat wij met elkaar praten. Want als je op jezelf is dat heel moeilijk, want om daar de juiste lijnen te houden. Maar in dialoog blijft dat superscherp. En dan vraag ik iets aan Ruben en zegt Ruben, maar Anton, dat doe je toch niet? Of andersom. En dan is dat ook direct terug klik. Ja. Ah ja, oké, natuurlijk. En zo bewaren... We komen nu op het punt dat we inderdaad meer het project aan het bewaken zijn, aan de integriteit ervan, dan dat we per se aan het pushen zijn van waar we het ook maar kunnen laten zien, moeten we laten zien, omdat we moeten kunnen kenbaar maken. En die periode is helemaal voorbij. En dat is ook wel een verademing, omdat je dan kan je ook met vertrouwen helemaal zeggen van nee, dat doen we niet. Ja, maar het soort zijprojecten nu die erbij komen, hè, zoals de documentaire film die gemaakt wordt, ik denk dat je niet vanaf het begin daarmee bezig was. Nee. Je toont hier ook negatieven van Polaroids. Ja. Zeg ik het goed zo technisch? Het zijn ja. En andere dingen. Is dat erbij gekomen dat je voelde van we moeten dat dragen, omkaderen of... Nou, allereerst, de documentaire film, daar hebben we het over gehad vanaf het begin. Hebben we gezegd... Nee, we hebben niet over gehad vanaf het begin, maar vanaf het begin dat die documentaire film ter sprake was, hebben we het over gehad dat wij dat wij daar niks mee te maken willen hebben als kunstenaars. In de zin van, dit is dus niet onze documentaire. Nee, iemand heeft dat gemaakt en dat is het verhaal van die persoon over het werk wat er, wat er staat. Ja, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk, want dat is precies waar we het over hebben. En dan heb je aan de ene kant heb je, de technische kant van hoe het is gebeurd en de data, dus de machine die dit allemaal runt. En het werk zelf. En dat is eigenlijk allemaal technisch. En daaromheen zijn dan een paar kleine... Eigenlijk is het vrij weinig wat er omheen bestaat waar... Waar er is. Dit is ook niet echt per se iets heel erg nieuws wat hier hangt. Het is gewoon een element eruit. Dit is nieuw werk met dezelfde grondstoffen. Dus in principe is dit volledig onafhankelijk van The Blue Skies. Ja, je kan het alleen tonen. Ik kan het alleen tonen. Het centrale gedeelte van The Blue Skies Project zijn de Polaroids en het geluid. En die worden altijd samen getoond. En dat is de core van het werk. De centrale tentoonstelling waar dat dan die verschillende platformen, het educatief stuk, het stuk van de documentaire film, het boek, al die dingen die versterken dat platform. En dat is het stukje project in The Blue Skies Project. Het wordt groter dan iets wat ik zelf alleen kan dragen of iets wat wij met ons twee kunnen dragen. We werken ook al heel lang met een curator in Londen, Monica Allende, van wie trouwens het idee komt om de luchten eens horizontaal te leggen. Je hebt ze nooit anders getoond dan horizontaal? Ik heb ze in het begin bijvoorbeeld verticaal getoond. En aan het plafond gehangen? Dat zou ook een mooi idee zijn. Dus de bedoeling is dat het altijd in dialoog met de plek is waar dat getoond wordt. Dus als het kan altijd anders. Als er ooit een mogelijkheid is om het horizontaal ondersteboven te doen, willen we best wel eens bekijken van hoe dat dan mogelijk is of niet. Dus het is een heel flexibel, technisch een flexibel werk, maar het is een heel inflexibel werk in de constraints die er spelen. En wat wel heel belangrijk is als het gaat om de technische kant ervan, wat wij wel heel erg belangrijk vinden, is dat mensen die geïnteresseerd zijn, dat begrijpen hoe dat werkt en hoe dit werk in stand is gebracht. Omdat eigenlijk is het een soort open source. Dit is toevallig het onderwerp, maar dit kan net zo goed over de AIDS-crisis gaan, als je begrijpt hoe het werkt. Wij nodigen ook mensen graag uit om op die manier daarmee om te gaan. Dus na 13 jaar vervaagt bijvoorbeeld alles en het geluidswerk is klaar, want het geluidswerk begint bij de opening van de eerste kamp in 1933. Het sluiten van het laatste kamp. Ja, dat zijn die 4.432 dagen. Precies, ook, dus dat loopt gewoon letterlijk de oorlog langs. Maar dat is natuurlijk gebaseerd op gewoon cijfers. En als na 13 jaar dat voorbij is, dan zou je die cijfers gewoon kunnen nemen en zeggen, maar wat is dat relevant voor mij nu op deze manier? Of op welke manier zou dit relevant nu zijn, 13 jaar verder, terwijl iedereen in een vliegende auto zit? Hoe maken we dit relevant voor onze generatie? Ja. En hoe kan ik zelf de dingen die ik belangrijk vind om over te brengen, hoe kan ik dat doen? En nu als voorbeeld met met de Blue Skies als voorbeeld van, daar zijn heel veel openingen voor. Dus het is eigenlijk ook een blik achter de schermen. Jullie geven een inkijk in de ontstaansgeschiedenis. De educatieve kant van het project is aan de ene kant historisch awareness, maar ook aan de andere kant hoe doe je dat eigenlijk? Hoe pak je dat aan? Want je zou ook kunnen zeggen, er zijn heel veel kunstvormen waar iets wordt gemaakt en het doet er niet toe hoe het is gemaakt. Het moet gewoon goed zijn, je moet er iets bij voelen, je moet er naar kijken en op een of andere manier klopt het. Het maakt helemaal niet uit wie die persoon was, wat hij heeft gedaan, of hij 's ochtends granola heeft gegeten en dan daarna met een spraypaint. Het maakt helemaal niet uit. Nee. Het werk is het werk. Maar in dit geval... En dat is ook een van onze gesprekken dus. Wat is onze verantwoordelijkheid met dit werk en de verantwoordelijkheid met de informatie? Dat gedeelte hoort er toch bij. Ja. Want inderdaad, ik probeer dan zo, en dat hebben we dan bijvoorbeeld hier in C-Mine gedaan, van, ik neig altijd naar zo... Ik probeer altijd zo artistiek mogelijk het werk op zich te laten zien met zo weinig mogelijk uitleg. Omdat ik altijd schrik heb van... Als we daar die uitleg bij beginnen geven, dan zit je onmiddellijk in dat straatje van dat historische. En er moet een mogelijkheid zijn om het werk te ervaren zonder alleen maar de hele tijd aan dat historische te moeten denken als kijker. En daarom is dat bijvoorbeeld hier apart uit elkaar getrokken. Heb je een aparte ruimte met alle achter de schermen info, alle data en hoe dat het proces en zijn werk is gegaan. En zijn deze ruimtes heel sober met... Zeer weinig, twee zinnetjes uitleg van dat je het werk iets of wat kadert. Ja, en een beetje zodat je het... verduistert ook, zodanig dat we... je gaat dus iedere keer een net iets donkerdere ruimte in. Je daalt eigenlijk af in de contemplativiteit. Contemplativiteit, inderdaad. Ik denk dat dit een goed moment is om af te ronden. Ruben Samama, dank je wel. Anton Kusters, jij ook. Heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie project een museale plek vindt. Misschien naast James Terrell zou ook niet mis zijn. Toch? Dat zou toch zo'n goed gezelschap zijn? Hij is toch ook met licht en lucht bezig? Dus. Ik doe geen uitspraak. Gewoon... Ja. Dank je wel. Zo? Ja? Oké. Tevreden? Altijd fijn. Niet? Ja, toch? Ja. En ook fijn dat het gewoon een gewoon gesprek is. En niet als zo van vraag, antwoord.